Transportminister Albert Jubitana zegt dat een mogelijke commerciële samenwerking met de KLM moeilijk zal blijven als het aankomt op het onderhouden van vluchten op de Mid-Atlantische route. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij is nu op zoek naar een eigen vliegtuig om deze route te onderhouden. SLM is nu bezig op eigen houtje te kijken naar een eigen vliegtuig. En zij zijn al zover om aan de aandeelhouder een voorstel te doen welk type vliegtuig dat wordt, zodat zij ook binnenkort weer kunnen vliegen met een eigen carrier. Het zal een lease worden en we denken veelal, vinden we niet daarop vast, ja. Maar het zijn keuzes, dus richting Airbus, dat is de richting die SLM op dit moment heeft gekozen. Jubitana zegt verder dat de SLM nog in de doorlichtingsfase is en belooft dat de resultaten zo gauw als mogelijk gedeeld zullen worden met de gemeenschap. Er is sprake van een grondige doorlichting, omdat alle zaken duidelijk moeten zijn. Op vragen over de huidige samenstelling van het directieteam wil de minister Jubitana niet ingaan.